Stacey Paul vanmiddag een renner op de radio zetten en die klapte me geweldig op die peetjes, want die zei van alle sporten met een balletje, dat is een spelletje, en wielrennen dat is sport. Ja. En dan denk ik, ja, ik heb gisteren zitten kijken, het was gewoon een slagveld, het was onmenselijk, er worden onmenselijke risico's genomen, hè, waar ik geen reet van begrijp. Moedig wordt hij overland. Dat is de held van Nederland op het ogenblik, heeft die koers uitgereden. Fantastisch, we zien hem uit het ziekenhuis komen, 33 hechtingen. En dan wil meneer morgen weer starten. Maar wat wil hij nou bereiken dan? Want hij kan nooit meer een prestatie leveren. Als hij nu de rust neemt, dan kan hij, als de Tour afgelopen is, dan kan hij de criteriums rijden, kan hij geld verdienen. Maar het Sunjo moet nu toch in zijn emotie deze zelf in bescherming genomen worden. Waarom moet die jongen nu met 33 hechtingen over die bergen? Zinloos. Wordt hij niet beter van? Hij zal waarschijnlijk het niet bij kunnen benen. En het lijkt me ook niet al te gezond voor het herstel. Maar het is echt een rembo hoor, die Overland. Ja, dat is echt zo. Jawel, maar op een gegeven moment, dan is het mooi geweest. Hij wilde die bolletjes draaien, fantastisch. En heel Nederland zat met tranen in de ogen bij de buis. Maar nu moet de dokter of iemand met zijn volle verstand zeggen, Johnny, en nu lekker naar huis herstellen. En als de Tour afgelopen is, dan sluit je aan. Ja, maar dat kon die Jan Tepper doen, hè. Kijk, als het nou niet gaat, morgen, kan hij altijd er van staan. Als hij topfit is, in de beste vorm van zijn leven, dan kan hij nog niet met de grote mee dadelijk over die bergen. En maar morgen is het 2 van de 4, 2 van de 3, dan zou niemand net kunnen behouden als je maar binnenkomt, weet je wel. Ja, nou ja, dan heeft hij toch nog een dag, dat is heroïsch toch? Ja, het is wel heroïsch, maar ik weet niet of het verstandig is. Je bent ook niet helemaal goed bij je hoofd, denk ik. Nee, maar dan ben je, als er 3 weken voor de Frans rijden, dan ben je ook niet goed bij je hoofd, hoor. Nou ja. Het is tijd van te kijken, hè. Dat is echt zo. Als ik 10 dagen bezig was in de Tour, ja, en als ik 10 dagen bezig was in de Tour, jongen, en dan was ik wel eens gefinished op een berg, ja, en dan stond ik bij mijn verzorger, en dan zeg ik, waar is mijn hotel? Is het echt doorboek, stukje naar beneden, moet ik hier lezen van rechtsaf? Ik wist het echt niet meer, jongen. En dan kwam ik in mijn hotel, en dan bleef ik 3 uur op bed liggen met mijn racekleding, en de volgende dag moest je gewoon weer vertrekken. Maar dat komt omdat je in de kamp ben je gewoon naar Parijs, dat is het enige wat er in die radartjes draait. Maar je nou zegt van, is dat gezond? Nou, ik denk van niet. Nee, maar ik kan ook begrijpen dat je dan in de flow komt als renner, maar ik denk als begeleidingsteam, als arts, dat je dan moet zeggen, kom op, afgelopen, naar huis. Nou, in dat kader is even aardig om te gaan kijken hoe het vandaag met Johnny Hoogland was. Zijn gewone fietshop daar voorlopig om die tool te gebruiken. Met het heroveren van de bolletjes eruit kan namelijk zo'n bolletjes fiets weer uit de kast. Vanmorgen reed hij er al een kort trainingsritje mee. Dat ging oké. Maar of hij er morgen ook de 10e etappe mee kan volbrengen, we gaan. We hebben nog mijn hechtingen goed bekeken. En eigenlijk was er geen zwelling op mijn kuit en eigenlijk ook niet echt bij mijn knie. En mijn bil zag er eigenlijk ook goed uit. Dus ja, ik heb natuurlijk wat pijn, maar het is niet echt gezwollen. Het medisch team van Van Soleil DCM draait overuren. Net als de Game Ready, een speciale koelingsmachine die ervoor moet zorgen dat de drager van de bolletjes eruit morgen de etappe kan volbrengen. We hebben meer onze bil heen zitten. Bij hem natuurlijk enorm belangrijk. Stel je voor dat hij meer zwelling krijgt, is zijn linkerbil, omdat hij scheef zou gaan zitten op zijn fiets. En dan zou hij vanuit de compensatie klachten kunnen gaan ontwikkelen in zijn rug of in zijn bekken. En met alle gevolgen van dien van mogelijk zijn knieën of zijn rug zelf. Dit is eigenlijk een backwrap, zoals we dat noemen. Dus het is een wrap voor zijn rug. En omlaag geschoven dat hij ook.